uitgepakt en uitgelachen, dan is hier Veronica's agenda. In de vierde eeuw leefde er in Myra, in het verre Klein-Azië, een bisschop. Deze heer is het onderwerp van een tentoonstelling van Russische iconen in de Ingrid Soetmuller Gallery in Delft. De heilige die het onderwerp vormt van deze prachtige kunstwerken uit de 16e tot en met de 19e eeuw wordt niet vergezeld van schimmels, zakken cadeaus en zwarte pieten. De iconen zijn tot 20 december te zien in Delft. Dagelijks worden miljoenen rolletjes film belicht met het favoriete onderwerp van de mens, zichzelf. Van die miljoenen foto's springen sommige eruit. In fotogalerie Kiek aan de Scheveningse weg in Den Haag exposeert men enkele foto's van Marcel Minet. Enkele van die miljoenen die eruit springen. Mooie foto's van mensen van velerlei aard uit 15 landen. Tot en met 24 december in galerie Kiek in Den Haag. Kent u dat monumentale gevoel? Binnenschrijden in een kerk net op het moment dat het orgel inzet. Ta, 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 ta. Dat bezorgt liefhebbers koude rillingen. Nergens klinkt een orgel zo mooi als in een kerk. En op 10 december zal in de oude kerk in Maassluis het allemaal nog indrukwekkender zijn. Dan opent Feike Asma de tentoonstelling rondom het orgel met een concert. De tentoonstelling vindt haar aanleiding in het 250-jarig bestaan van het in de oude kerk geplaatste en kortelings geheel gerestaureerde Garrelsorgel. Op 10 december het concert, tot 23 januari de tentoonstelling rond het orgel van de Oude Kerk in Maassluis. In Scheveningen valt in de komende weken op de vroege zondagmiddag wat te beleven. In het Circus Theater worden concerten van uiteenlopende aard gehouden. Op 12 december Lee Towers. Op 19 december Marco Bakker. Op tweede kerstdag Marie-Cécile Moerdijk en Theo Olof. Geht. Werden Sie mitkommen, wenn Sie einen Treffer machen? Sicher, wenn du mir zeigst, wie? Gut, das Hufeisen wird so gehalten. Nicht an einem von den Enden, sondern so, in der Mitte. Da haben Sie das beste Gefühl für das Gewicht. Wenn de hoogte wilt zijn van het weersverloop in Nederland, kan u altijd het troskompas weerbandje draaien 059-07-5005. Weer de eerste uitzending op donderdagmiddag van de Tros Televisie in het nieuwe jaar 1983. We zijn er dinsdagavond. Geen uit horen voorlezen, want je moet het zien. Een boekje om stilletjes in je eentje te lezen. Met de dood van Peter Sellers leek er een einde gekomen aan de schaterende reeks The Pink Panther. Maar de kreet Peter Sellers is dood, leven inspecteur Clouseau, is nog helemaal van toepassing. Binnenkort in de bioscopen, The Trail of the Pink Panther. Hoe kan dat nou? Wel, Sellers pleegde tijdens het opnemen van zijn films zoveel onzin uit te halen dat de hoeveelheid lachwekkend materiaal genoeg was om nog een extra Pink Panther film uit te monteren. En als u nu eindelijk dan bijgekomen bent van de film van vanavond, ga dan gauw kijken naar The Trail of the Pink Panther met Peter Sellers. Bij u zullen inmiddels wel alle pakjes uitgepakt zijn. Wij zijn in ieder geval wel uitgepakt voor u vanavond, want onze tijd is om. Morgenmiddag zijn we er alweer van 4 tot 5 op radio en televisie met Tieneke. En voor volgende week zondagavond staan de volgende programma's gepland. We beginnen dan met Happy Days. In onze serie Story Of is dan de wereldberoemde Zweedse groep ABBA aan de beurt. 10:08 Dynasty, 9:00 Not the 9 o'clock News. Daarna heeft Henri Remmers een ontmoeting met André van Duin. En 10:10 de Hoezo Show. Tot besluit kunt u dan nog kijken naar Magnum. Op deze zender kunt u nu nog kijken naar het Later Journaal. Wij wensen u nog een prettige avond en anders voor straks welterusten.